Katwijk dat dus op jacht moet naar de gelijkmaker. En daar krijgt men de gelijkmaker. Esseboom. Raoul Esseboom verhuisde afgelopen zomer van FC Volendam naar VV Katwijk. Maar ondanks zijn ervaring in de Jupiler League moest de verdediger aan het begin van het seizoen genoegen nemen met een plek op de bank. Afgelopen zaterdag startte Esseboom voor de 16e keer dit seizoen in de basis en hij bleek wederom van grote waarde. In de krappe 2-1 overwinning op FC Lisse was Esseboom goed voor meer verdedigende acties dan elke andere Katwijk-speler. Zo veroverde hij 5 keer de bal en voltooide 12 uitverdedigende acties voor zijn ploeg. Ondanks zijn sterke verdediger valt er ook nog wat te verbeteren voor de oudspeler van Volendam. Want Esseboom ging maar liefst 14 duels aan, maar wist slechts 64% daarvan te winnen. Ook maakte hij de meeste overtredingen van de wedstrijd. Zijn de verdedigende kwaliteiten van Raoul Esseboom voldoende voor de titel in de tweede divisie?